Ja, op de volgende beelden dan ziet u iets gebeuren dat je totaal niet verwacht in een drukke stad op een plek waar ook echt heel veel mensen in de buurt zijn. Niet ver van het Bos- en Lommerplein in Amsterdam-West stopt op woensdagavond 11 augustus een auto op de Wildzanglaan vlakbij het viaduct van de A10. Er stapt een man uit die een stil zijpaadje inloopt. Hij grijpt, terwijl hij hier achter een hostel loopt, in zijn tas. Controleert nog even om de hoek of er niemand aankomt en richt dan op de berm. U zag het goed, hij is hier gewoon aan het schieten. Er zat een wapen in zijn tas. Zonder te checken wat de kogels deden, rent hij naar de auto die hem al die tijd opwachtte en inmiddels gekeerd is. Een nachtportier heeft de schoten dan al gehoord, maar wanneer de beelden worden bekeken is de schutter al verdwenen. Aan de lijn, mevrouw van Lienbergen. Heeft die schutter iets geraakt? Nee, maar hij schoot terwijl hij niet wist of daar iets zat. Dus dat er niemand is geraakt, is geluk geweest. Het lijkt alsof hij het wapen wilde testen, dus dan vraag ik natuurlijk ook af waarom dat nodig is en wat er met het wapen dan van plan was. Nou, we hebben inmiddels de eigenaar van de auto achterhaald, maar die zegt niet te weten wie er die avond inreed. Dus we hopen dat iemand de man herkent. Nou, de beelden zijn er goed genoeg voor. We gaan ons best doen, mevrouw van Liebergen. Is er dus iemand die deze man herkent die woensdag 11 augustus om 9 uur 's avonds zomaar op de openbare weg in Amsterdam gaat staan schieten? Bel dan 0800-6070. De beelden vanaf nu op de site. Ook goed om te beseffen, de man hoeft uiteraard niet automatisch zelf ook uit Amsterdam te komen. En vermoeden we iets over de achtergrond van deze vermoedelijke test, dan wil de politie ook graag spreken. Tippen kan ook in een vertrouwelijk gesprek bij het Team Nationale Inlichtingen. Dan komt een dader niet te weten dat u iets heeft doorgegeven.